Welkom bij Geschiedenis Gemist en welkom bij de examenbespreking van het examen VMBO GLNTL uit 2022. Dat is afgenomen op vrijdag 13 mei tussen 9 en 11 uur. Ik ga met je het examen bespreken, je de goede antwoorden geven en vertellen waarom dat de juiste antwoorden zijn. We beginnen bij het examen bij het onderdeel Nederland tussen 1848 en 1914. De eerste vraag van het examen is eigenlijk vrijwel altijd een vraag die iets te maken heeft met de grondwetwijziging van 1848. In dit geval gaan we een aantal jaren eerst naar voren. In 1844 diende minister Torbeke namelijk een voorstel in om de grondwet te wijzigen, die uiteindelijk gewijzigd wordt in 1848. Koning Willem II wees dit voorstel af. Een paar jaar later veranderde de koning, dus in 1848, alsnog van mening en gaf hij de opdracht om de grondwet te wijzigen. Geef een reden waarom koning Willem II nou een paar jaar later, dus in 1848, alsnog de opdracht gaf om de gronden te wijzigen. Nou, dat was omdat in 1848 er, er spanningen waren in Europa. Hij was bang geworden om zijn macht te verliezen, omdat daar namelijk opstanden en revoluties gaande waren in Europa. Dat was in 1844 nog niet het geval. Dus het antwoord moet zijn, de koning was bang geworden om zijn macht te verliezen, of de koning was bang geworden voor een revolutie die naar Nederland over zou slaan, eh, zoals die ook in andere Europese landen was. Dan gaan we naar vraag 2. De Luxemburgse kwestie leidde tot een politieke crisis in Nederland. De begroting van Buitenlandse Zaken werd afgekeurd. Nou, wie keurde deze begroting af en bij welke taak hoort het afkeuren van de begroting? Eigenlijk gaat deze vraag helemaal niet over de Luxemburgse kwestie, maar gaat gewoon over het feit wie mogen de begroting afkeuren en bij welke taak hoort dat. En het afkeuren van de begroting, dat hoort alleen bij uh, het parlement. Dus dat kunnen alleen maar parlementsleden zijn. Uh, want het is namelijk een controlerende taak. En ministers hebben alleen maar een uitvoerende taak. Dus uh, kijk, ministers en uitvoerende taak bij B, dat is in principe een, een, een combinatie van iets wat bestaat. Ministers hebben een uitvoerende taak, maar ja, die mogen geen begroting afkeuren. Uh, dus vandaar dat automatisch het antwoord C is: parlementsleden doen dat en die hebben geen uitvoerende taak, maar die hebben een controlerende taak. Bij vraag 3 moeten we een bron gebruiken. Bron 1, dat is de ontwikkeling van het kiesrecht van de Nederlandse bevolking. En uh, de verandering van het kiesrecht... Welke verandering van het kiesrecht is te zien tussen 1880 en 1890? Ja, dus in, uh, in, die, uh, in, die, in die knik die daar zit. Nou... Dan is het antwoord natuurlijk antwoord B. Het is de invoering van het couchouk artikel, want die vond toen plaats. Dat kan je ook gewoon weten. Hoef je hoeft niet eens terug in de afbeelding te kijken. Uh, maar de invoering van het census kiesrecht is vele malen eerder. En de invoering van indirecte verkiezingen. En directe verkiezingen hebben helemaal niet te maken met wie er mag stemmen. Het heeft er gewoon te maken mee met het feit dat vanaf 1848 de directe verkiezingen van de Tweede Kamer plaatsvonden. Bij vraag 4. In 1901 werd er een nieuwe wet ingevoerd. Deze wet maakt het voor gemeentes mogelijk om slechte en vervallen huizen onbewoonbaar te verklaren. Noem de naam van deze wet. Nou ja, dat was de Woningwet. Dat is gewoon eigenlijk een simpele kennisvraag. De Woningwet, begin van de 20e eeuw. Dan bij vraag 5. In Amsterdam vond gemeenteraadslid Wieboud dat het de taak van de overheid was om een goede, een goede en betaalbare huizen te bouwen en om aan arme mensen huursubsidie te geven. De mening van Wieboud past bij een politieke stroming rond 1900, waarvan hij de aanhanger was. Nou, welke politieke stroming wordt hier bedoeld? Met andere woorden, het is een politieke stroming die vindt dat er een grote taak van de overheid moet zijn voor goede en betaalbare huizen. Nou dan weet je. Uh, als de taak van de overheid iets is, in het geval van opkomen voor mensen die uh, armoede hebben, dan hebben we het hier over de politieke stroming van het socialisme of de sociaaldemocratie. Let even op, noem hier niet de SDAP. De SDAP is de politieke partij die bij het socialisme of de sociaaldemocratie hoorde. En dat is de vraag niet. Nou, als gemeenteraadslid in Amsterdam stelde die wie bouwt voor om huursubsidie hu te geven aan mensen, arme mensen en om goede en betaalbare huizen te bouwen. Zeven jaar later werd hij wethouder in Amsterdam. Een wethouder is te vergelijken met een minister en een gemeenteraadslid is te vergelijken met een Tweede Kamerlid. Nou gaan we een invulopdracht doen. Als gemeenteraadslid, toen hij dat was, behoorde Wiebaut dan tot de rechterlijke, uitvoerende of wetgevende macht. Nou, een gemeenteraadslid te vergelijken met een uh, Tweede Kamerlid, ja, die hebben wetgevende bevoegdheden. Als gemeenteraadslid deed Wiebaut een voorstel om arme mensen huursubsidie te geven. Zijn voorstel is te vergelijken met het recht van... Hij neemt een voorstel. Hij, doet, hij gaat niet een, weg, een wet aanpassen. Hij voelt niet iemand aan de tand. Hè. Hij stelt niet uh, vragen. Dus dan blijft automatisch initiatief over. Want het amendement is wijzigen. Interpolatie is uh, de minister op het matje roepen. Dus hij neemt hier initiatief. Je moet hier dus natuurlijk wel kennis hebben om dit te kunnen toepassen. Als wethouder had hij dan rechtelijke of uitvoerende macht. Nou, de wethouder die heeft geen rechtelijke macht. Dat hebben alleen de rechters. De wethouder is tegelijk met de minister. En de minister die voert uit. Dus daar hebben we het over de uitvoerende macht.